Nou zegt Luc voorlopig. Maar is het voorlopig dat je gaat stoppen of is het definitief? Ja, voor nu is het definitief. Voor nu is het definitief. Ja, weet je wat? Je weet het nooit, hè, in Soapland. Maar ik wil nu gewoon me op andere dingen kunnen focussen. Wanneer is het moment gekomen dat je er überhaupt begon over na te denken? Van, misschien moet ik iets anders gaan doen. Misschien toen ik bezig was met het repeteren van Dance Dance Dance. Daar waren we toen heel intensief mee bezig. En dat deed ik gewoon naast de Goeie Tijden en Fashion Chicks. En dat ging prima. Maar toen dacht ik, er zijn eigenlijk ook heel veel andere leuke dingen. En de schema's gingen wel samen, maar het was wel echt heel erg puzzelen. En nou ja, toen hadden we een gesprek, we hebben ieder jaar een gesprek bij Rowan. En ja. Dan heb je het een beetje over het komende jaar en het afgelopen jaar. En toen heb ik eigenlijk besloten van, nou ja, ik vind het voor nu mooi geweest. Ik wil nu stoppen met het spelen van Lied. Had je hem zien aankomen? Nee, eigenlijk niet. Ik was niet verrast, maar omdat Pip zoveel al naast Goede Tijden deed. En als we het net hebben over harde werker, ik ga je niet vergelijken met Michael Jackson. Nee, maar klein stapje. Pip is zo'n ontzettend harde werker. Ik bedoel, je weet hoe zwaar Dance, Dance, Dance is. Zij was bizar. Jij bent echt bizar. Ze was opnames aan het maken in Ierland. Ze was inderdaad bezig met Fashion Chicks. En we hebben daar nooit wat van gehoord. In die zin van, we hebben er nooit last van gehad. Ze is zo'n harde werker. Dus ik dacht, zij kan het altijd nog combineren, maar En wat is dan het eerste wat je zegt? Is dan het eerste wat je zegt, Nee. Jij gaat niet weg. Maar is dat, probeer je dan haar te overtuigen, blijf? Of denk je van, oké. Nee, hoor. Dat, Volgens mij heb jij eerst gezegd van, oké. En heb je dan al enig idee hoe je eruit zou willen? En toen heb ik gezegd van, nou, als het maar spectaculair is. En toen ben jij aan de slag gegaan of zo, toch? Ja, nou, met de schrijvers hebben we inderdaad 3 spectaculaire eindes bedacht. Ja. En, maar goed, dat... Zullen die spectaculaire eindes even Althans, laten zien, de aanzet tot de spectaculaire eindes. Ja. Er zijn 3 opties. Ja. De kijkers mogen kiezen. En dit zijn de 3 opties. Jack? Ik heb iemand gevonden. Martine Hafkamp. Wat doe jij hier? Ik ben weer terug. Nou, op naar het vliegveld dan maar. Of course, my sweetest, my dearest. Oeh, het wordt dus of Jack of Pim of Zegen. Ja. Dat mogen de kijkers kiezen. Ja.